Op 30 april 1964 werd er door de actieve Oranje Vereniging van Zuidland weer spelen georganiseerd op de Breedstraat. Onder andere het brandspuiten, maar ook door mijn opa Willem van der Linde georganiseerde spel, en daar zie je hem ook, het spel met een riksdaalder in een bord met stroop. En dat moesten de deelnemers dan proberen met hun handen op de rug eruit te likken. En wat deed mijn opa? Die strooide dan nog eens even extra veren erbij. Je ziet straks ook de veren nog wat door de lucht vliegen hier en daar. Dus je kan wel begrijpen dat iedereen eronder zat. Er werd door de actieve Oranje Vereniging veel georganiseerd. Zoals ook het lopen op planken. Die werden door de plaatselijke timmerman gemaakt met 4 van die lussen. En probeerde daar maar eens op de been te blijven. Er moest ook nog eens een keer gedraaid worden op de Breedstraat. En dat was altijd een hilarisch moment. Volop publiek in een dorpje van amper 2000 inwoners. Zelfs de plaatselijke politieagent zorgde nog even dat hij erbij was. En volgens mij was dat politieagent Ruijsen. Je ziet hem daar.